Ja, wat doe je daar? Au. Wat doe jij daar? Ik kras in de muur. Kras je je naam in de muur? Ja. Ik spreek jou nog wel. Weg die steen. Hup. Doe over je niet. 75 jaar staat die muur toch vol. Ja, dat zal wel, ja. Geloof er niets van. Goedemorgen, meester Hamminga. Ah, ben jij er ook weer? Yeah.
Waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? Zeg. In 1984. 1984? Ja. Heden. Maar, hé, dat is mijn school. Inderdaad. Ja. Dat is mijn school. Ga maar eens bekijken. Hoezo bekijken? Nou, gewoon naartoe. Goed, jij je zin. Kijk ik hem wel. Oh.
Waar zijn ze daar nou mee bezig? Nou, ze hebben wat gekozen. Ja. Dat staat op het bord. Kunnen ze niet zien. En zij hebben stempelen gekozen. Ze hebben eerst geschreven. En nou zijn ze aan het stempelen. Er zijn woorden en plaatjes. En er hoort een stempel bij. En de groepsleider heeft gekozen. Wie was bij jullie groepsleider? Alice. Een groepsleider? Ja. Oh. Zij zorgen dat de groep alles krijgt. Ze pakken de spullen. Ze zetten ook een kruis als ze het gedaan hebben. Dan pakken ze het volgende spul weer. Ja, ja. Kijk, daar bijvoorbeeld, ja. Daar zijn de kinderen aan het rekenen. Daar zijn ze aan het rekenen? Ja. Ja. Tenminste. Ben je klaar, Petra? En die mevrouw, is dat ook een juf? Nee, dat was een moeder. En die kwam op bezoek, maar die helpt ook wel. Helpen soms moeders? Soms is dat heel fijn als moeders helpen. Helpen moeders? Ja. Oh. Zo, ben jij aan het schrijven? Ja. Ja? Ook daar is niets veranderd. We blijven het schuinschrift hoog houden. Nou, mensen, zo zijn ze tegenwoordig niet meer. Er zijn tegenwoordig andere werkwijzen. Zijn ze daar nog bezig mee? Dit is groepslezen. Groepslezen is zowel een onderdeel van technisch lezen als van begrijpend lezen. Eindelijk kwam toch de doorstap. Bij groepslezen gaat het primair om hoofdzaken en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Daarnaast wordt door de vele beuren het vlot en vaardig lezen bevorderd. Verder heeft groepslezen een sociale functie, dus met elkaar overleggen, naar elkaar luisteren en gezamenlijk de problemen op te lossen. Wanneer de groep een vak af heeft, kruist de groepsleider het aan, zodat ik een overzicht heb wat de groepen af hebben. De onderste opdracht is voor die leerlingen die klaar zijn met opdrachten van de hele dag. Kinderen die zijn dus nu aan het stellezen. Stellezen is een onderdeel van begrijpend lezen, dus het begrijpen van de tekst en de woorden. De leerlingen moeten vragen beantwoorden na het lezen van de tekst. Hebben ze dat gedaan, kunnen ze zelf vragen bedenken en dan die vragen die zij hebben richten aan de klas. Op onze school wordt ook gebruik gemaakt van de cassette recorder. Die cassette recorder gebruiken we niet alleen bij een dia-serie, maar die gebruiken we dus ook bij het spellingsonderwijs. Vooral dus bij de dictees. De kinderen die horen het dictee via de koptelefoon en daarbij werken ze in niveaugroepjes. Een van de kinderen, de groepsleider of leidster, bedient de cassette recorder en zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Bij het begin wordt pas weer begonnen als de groepsleden aangeven dat ze met de zin klaar zijn. Ze leggen dan de hand, zoals u ziet, waarin de pen wordt gehouden in het midden op de tafel. Ja, kunnen de kinderen dictees maken van verschillende moeilijkheidsgraden. Ieder op een eigen niveau dus. De aanbieding wordt hierdoor zodanig dat het kind niet alleen met plezier werkt, maar ook gemotiveerd wordt om zo goed mogelijk te werken.
u. De kinderen zijn hier bezig met aardrijkskunde. Ze werken hier in groepjes, krijgen een deelkaart, zoeken dan de topografische gegevens, plaatsen, rivieren, bergen enzovoort op en schrijven die in hun schrift. Daarna leren ze de gegevens, overhoren elkaar en vervolgens krijgen ze een repetitie. Jongelui, we gaan nu gymnastieken, hoor. Wat zei je? Gymnastieken? Ja, gymnastieken. Dat is sport. Een bot? Ja. Nou ja, ik ga wel mee. Deksels! De hele muur staat vol! Hier, deugt niet. Wie is het? Ik wil wel meedoen, ja. Nou, wij komen wel, hè? Wat? Een gymrol. Wat moet ik hier dan mee doen? Gymrol, over je onderbroek. Nou, vooruit dan maar. Ik geloof het haast wel, kinderen, of ik gedroomd.